Goedenavond. Wie de uitnodiging heeft gezien, heeft iets andere foto's gezien. We zijn ondertussen iets ouder geworden, dus we hebben die even verplaatst, zodat ik weet met wie je spreekt. Mijn naam is Ronald Heer, projectleider Realisatie. Realisatie binnen het project Digitalisering Internationale Dienstverlening. Mijn rol is zorgen voor de hele ontwikkeling van de digitale systemen, om dat mogelijk te maken. Zelf kom ik uit de softwareontwikkeling, jarenlang als senior softwareontwikkelaar gewerkt. Daarna veel projecten gedaan als development manager en tegenwoordig noemen we maar technisch projectleider van dit soort grotere softwareprojecten. En deze keer volledig in de cloud. Ik heb naast mij Anko, die werkt binnen de teams voor dit hele proces als solution architect. Met een sterke technische achtergrond. Ik werk bij Bergler. Anko zal zichzelf ook nog verder voorstellen. Die werkt voor Rubicon. Nou, dit is onze agenda. We gaan het hebben even over het programma. Ik wil even laten zien van waar hebben we nou, in welke omgeving werken wij. Wat was de opdracht? Wat zijn de kaders die ons meegegeven? En wat is onze structuur? Dat je een beetje beeld hebt van wat voor projecten wij dit soort zaken realiseren. Ik wil niet zeggen dat alle dingen die we laten zien niet gelden voor een kleiner project. Maar dan kan je het mogelijk wat in wat context plaatsen. Daarna gaan we het over de cloud hebben, de strategie. De architectuur en security patterns waar iedereen natuurlijk ook hier voor is vanavond. En wat betekent dat nou in de praktijk? En wat betekent dat? Waar moet je aan denken op het moment dat je besluit naar de cloud te gaan of dat breder in te zetten? Het programma waar wij in werken. De opdracht was: zet een projectorganisatie neer die in staat is die digitalisering te doen. Dit is een digitalisering van publieke dienstverlening, internationale dienstverlening. Zij wilden volledig naar de cloud, dus het is geen transitie van een bestaand systeem naar de cloud. Dit is echt een transitie, een nieuwe ontwikkeling in de cloud van een bestaand proces, waar ze wel hebben gezegd van we willen dat proces wel optimaliseren. We willen daar betere functiescheiding in, we willen daar sneller kunnen reageren op de aanvragen. Dus het optimalisatie ook in het proces, omdat we praten hier over behoorlijk wat aantallen aanvragen, zoals we zo zien. Ze wilden echt dat proces veranderen, ze wilden de organisatie veranderen, ze wilden centraliseren. Dus eigenlijk kijk je naar het programma, is het programma veel breder. Het is een programma van de organisatie waar ze zeggen van we willen veranderen. En daar hebben ze een ander systeem voor nodig. En daar zeggen ze van nou, dat willen we dan compleet in de cloud ontwikkelen. En dat is voor de overheid best wel nieuw. Dus er wordt behoorlijk naar ons ook gekeken. Hoe wij dat doen, hoe wij onze security inrichten. Vandaar dat wij ook heel veel aandacht geven aan het security aspect en het compliance aspect hierin. Dat werd ook gevraagd. Let op architectuur, zet er een architectuur neer waar we op kunnen doorbouwen. We verwachten dat het aantal aanvragen ook echt gaat groeien. Dan kom je vanzelf met de belangrijkste op, de bekende driehoek. Ook wel het duivelsdriehoek genoemd. Je kan ergens moet je op een gegeven moment flexibiliteit hebben. Dat was niet hier erg zo. Deadlines stonden behoorlijk vast. Had te maken met dat eigenlijk de bestaande systemen toch wel aan het eind van hun support kwamen. Wij eigenlijk met het nieuwe systeem verschillende legacy systemen proberen te vervangen. Daarom hebben we het ook in drie fasen. De eerste twee fasen zijn in productie in de cloud. Daarmee zijn twee oude systemen vervangen. En het derde systeem, dat is nu in ontwikkeling. Alleen er ligt ook een hele strakke deadline op. Dus dan zie je dat wringt. Tijd en scope vastzetten, die staat ook vast. En staat hier nog als vraagteken. En dat heeft alles te maken met allerlei juridische eisen. Zowel nationaal als internationaal. Zit je daar onder druk dat je eigenlijk niet live mag met een bepaald proces voordat je voldaan hebt aan al die juridische eisen. Dan weet je ook wel wat dat betekent voor je MVP. Je MVP snel groot is, omdat je gewoon daarvoor, voordat je al die juridische eisen hebt ingevuld, niet live kan.
Dus dat staat best onder druk, omdat eigenlijk alle punten in de driehoek redelijk vaststaan. De kaders van een organisatie, digitaal en zij. In het verleden deden ze heel veel op papier. Er gebeurde heel veel papier ook versturen. En dan praat je niet alleen maar over wat formulieren, dan praat je ook over waardepapieren. Dus daar zitten echt een hoop kosten aan. Ook een hoop risico's aan voor verlies van die papieren. En door digitaal tenzij te doen, dus alles digitaal in te regelen, kunnen ze enorm veel op kosten besparen, op versturen van documenten. Dus de verzekering van de waardepapieren, maar ook in je archiving. Alleen zou dat natuurlijk pas veel later zien. Maar zeker ook op je archiving zal een hoop kosten besparen. Klant centraal, dus hoe kunnen we de klant zo goed mogelijk bedienen? Vanuit de ECT, Azure. Ook standaard componenten, dus niet uit de marketplace, maar probeer zoveel ook maar standaard Azure componenten te gebruiken. Nou, de standaard toekomstbestendig, plaatsonafhankelijk, component-based, nou, al de zaken om het beheersbaar te maken, toekomstvastbaar te maken. En veilig. Dan zie je Secure Core 85+. Dat is een belangrijke eis, waar wij zometeen ook nog verder op komen. Je ziet daar ook de policies steeds strenger worden. Dus het is ook lastig om daar constant op dat niveau te blijven. Maar we hebben een CISO in deze organisatie die op het moment dat je onder de 85 komt en je een dag later de melding via e-mail hebt, dat je daar heel snel wat aan moet doen, anders gaat de stekker eruit. En de stekker is echt uit productie. Dus daar zal je echt constant aandacht voor moeten hebben. Binnen het programma, we hebben binnen het programma gezegd, wat willen we nog meer? De standaard beheersbaar, ook de TCO. Dus dan praat ik over bijvoorbeeld kosten na de ontwikkeling. Hoe hou je de kosten in Azure onder controle? Dus ook in de doorontwikkeling, maar ook in het applicatiebeheer. Op het moment eenmaal het overgedragen is de organisatie, een staande organisatie, hoe hou ik die kosten onder controle? Veilig was natuurlijk een belangrijk punt. Hè? Zorg dat het veilig is. Nou, daar zijn we allerlei principes voor. Dat we zeggen van daar willen we mee aan de gang. In het begin van dit traject zijn we natuurlijk ook op zoek gegaan naar wat hebben we daarvoor nodig, welke mensen hebben we voor nodig. Daar ook Anko hier zit, solution architect, maar ook met een hele sterke security achtergrond. Zijn dit de zaken die wij gewoon op de juiste manier willen gaan inrichten? En hoe gaan we dat nou inrichten? Nou, dan gaat Anko zo meteen vertellen hoe we dit soort zaken in Azure landschap hebben geregeld. Verder consistent werken, de manier van werken. We praten hier over meerdere teams. Hoe zorgen we nou dat we hier consistent werken over die teams heen? Op dezelfde manier ontwikkelen, op dezelfde manier releasen, deployen. Al dat soort zaken zijn aan de beurt geweest. Nou, we hebben nog wat wolkjes staan. Daar zie je eigenlijk, dat zijn geen voorbeelden van het internet, maar dat zijn alle elementen die wij sowieso gebruiken in onze hele ontwikkeling. Dit is de structuur. Als je kijkt waar de mensen die je nu voor hebt, waar zitten die? De programmastructuur, programmamanagement, daar ben ik niet. Ik zit op realisatie als projectleider. We hebben ook een projectleider implementatie. Implementatie is eigenlijk de wereldwijde uitrol. En dat is een stuk kleiner getekend. Dat heeft te maken, daar zit 5 man. En daar zitten we nu tegen de 60. En verder natuurlijk ja, business analysten, product owners. En dan zien we ook de kaders waar wij mee te maken hebben. Privacy office, informatiebeveiliging, et cetera. Als je kijkt naar de omvang waar wij mee te maken, zoals ik al zei, 5 ESO teams, 50+ resources, 5 resource implementatie. En dan hebben we natuurlijk de stakeholders en de subject matter experts en waar wij mee te maken hebben. Dat is eigenlijk zo'n beetje de omgeving waar wij in werken. Nou, welke aantallen hebben we het dan over? Dit zijn 1 miljoen aanvragen per jaar die afgehandeld moeten worden door een kleine groep van mensen. Ze wensen 200 mensen te hebben die daar aan werken, maar dat is op het moment veel minder. We hebben ook daar problemen met de coronasituatie, dat tijdens de corona de aantallen tot 15% zakten van wat het normaal is. En nu zien we na de corona dat het met een rap tempo weer steeds richting de 1 miljoen gaat per jaar. Alleen ze vinden de mensen niet.
Performance van het systeem, de werkwijze, sneller waar mensen de aanvraag kunnen afhandelen, is enorm belangrijk, zeker in deze situatie. Nou, we hebben berichten extern, dan praat je over ketenpartners en dat soort zaken. 8 miljoen interacties, dus tussen de systemen. Je zal zo zien hoe dat precies zit, die systemen. En we daarna hebben nog een keer 15 miljoen berichten die wij moeten doorsturen. Dat is een beetje de omvang waar wij over praten. Nou, allereerst Bergle, bedankt dat ik hier vanavond mijn kennis mag delen. Dat doe ik altijd graag. Nou, mijn naam is dus Anko Stuy. En het is mijn passie om processen te automatiseren met de inzet van Microsoft Cloud technologie. En ik doe dat graag zo veilig en zo aangenaam mogelijk. En dat is altijd een delicate balans. Verder misschien even leuk om te weten, ik woon in Sliedrecht tegenover de Biesbosch. En in mijn vrije tijd sta ik heel graag op de subplank en dan peddel ik graag door de Biesbosch heen. Spot ik ijsvogeltjes, zeearenden, visarenden, bevers. En we hebben zelfs de otter weer terug in de Biesbosch. Dus. Oké, allereerst, onze opdrachtgever had in 2016 een Cloud First strategie. En daarmee waren zij de eerste Rijksoverheidsdienst die hebben gekozen, hebben ze ook behoorlijk voor onder vuur gelegen. Maar uiteindelijk is er 29 augustus in de Tweede Kamer de cloudbrief aangenomen voor degenen die thuis zijn in overheidsland. Het is eigenlijk groen licht voor alle Rijksoverheidsdiensten om te starten met de cloud, de public cloud dan. Wat waren nu de belangrijkste redenen in 2016 om dit te gaan doen? Allereerst is data center exit, de overheidsdiensten. Oh, sorry, ik loop voor de camera weg. De overheidsdiensten hebben een soort van verplichte winkelnering door wet en regelgeving bij een shared service center. Nou, dat shared service center doet hartstikke goed werk, maar dat reageert niet altijd even snel en kan niet ook altijd even snel op- en afschalen. Dat was een belangrijke reden om daar van los te kunnen. Tweede is, nou Ronald zei het net al, de huidige systemen lopen echt op een eind. Hardware loopt uit de garantie. Zit software in die niet meer gesupport wordt. Dus dat is de tweede uitdaging. En een derde, en dat is wel een hele interessante in cloudlandschap. De kapitaalkosten versus de operationele kosten. Op het moment dat je gebruik maakt van cloudtechnologie, kun je meer kosten richting operationele kosten schuiven. En dat betekent eigenlijk dat je wat slimmer om kunt gaan met je liquiditeit. Dus in plaats van een hele grote investering vooraf, kun je je kosten wat meer spreiden over de levensloop van jouw software. Een ander belangrijk punt. Jullie kennen allemaal wel de hype cycle van Gartner. En wat wij eigenlijk wel hebben geleerd de afgelopen paar jaar is, focus je nou vooral op het volwassen stuk van de cloud services. Dus de rechterkant van de hype cycle. Ik heb er een paar omcirkeld. Waar zijn wij nu mee bezig? Nou, serverless is voor ons echt een hele belangrijke. Wat hadden we nog meer staan? PaaS is voor ons super belangrijk om op in te zetten. Ook low-code komt in ons platform voorbij. Dus, en integration is voor ons heel erg belangrijk. En dan vooral de integratie PaaS-diensten. Nou, dan gaan we even wat verder afzakken. Hoe gaan wij om met architectuur en security? Ik ben even nieuwsgierig. Wie van jullie kent het Azure Well-Architected Framework? Ik zie één hand omhoog gaan. Nou, kijk, dan ga ik voor jou misschien wat dingen herhalen. Het is een framework van Microsoft en het bestaat uit 5 pijlers. En wat wel heel erg grappig is, Amazon was de eerste. Zij hebben het AWS, Well-Architected Framework. En daarachteraan kwam Microsoft met het Azure Well-Architected Framework. Google kon natuurlijk niet achterblijven. Zij hebben het GPC Architecture Framework. Als je die drie over elkaar legt, dan kom je bijna overal op hetzelfde uit. Alleen de implementatie is natuurlijk met de services van de betreffende public cloud dienst. Dus dat is wel heel grappig om te zien. Wat verder goed is om te weten, die 5 pijlers ga ik zo even langslopen. Maar daaromheen zijn ook een aantal referentiearchitecturen. Er is een Azure Advisor, je kunt reviews doen. Het is een heel uitgebreid framework. Gebruik dat alsjeblieft, want anders ga je echt het wiel opnieuw uitvinden. Hier wordt heel veel effort ingestoken. Super waardevol. Dus op het moment dat je start met de ontwikkeling in Azure, gebruik dit framework. Nou, de eerste pijler, reliability. Nou, wat echt wel anders is in het cloudlandschap, en ik sprak al even een paar mensen. Ja, wij erkennen eigenlijk dat er dingen fout gaan in de cloud. En dat is natuurlijk in het verleden ook altijd zo geweest. Maar in de cloud hebben we nog wat extra zaken rondom connectivity en dergelijke die mis kunnen gaan.
En ja, daar moet je rekening mee houden. Nou, er zijn een paar patterns, ik ga ze ook niet allemaal uitgebreid behandelen, maar die daar relevant zijn. Je moet zorgen dat je een retry pattern hebt op het moment dat je request niet succesvol is. Alleen op het moment dat een bepaalde service plat ligt, heeft het natuurlijk geen zin om continu te blijven retryen. Dan trek je alsnog de boel onderuit. Dus daar is health endpoint monitoring voor in combinatie met een circuit breaker. Dus op het moment dat je endpoint niet in de lucht is, ja, heb het ook geen nut om een retry te doen. En dan gooi je er een circuit breaker in. Even heel kort hoe deze patterns werken. Ga ik door naar de volgende pijler. Operational excellence. Nou, hier gaat het eigenlijk om dat je absoluut een DevOps mindset moet hebben. Daarin is superbelangrijk infrastructure as code. Wij doen inmiddels alles met Azure DevOps Bicep Pipelines. Recent hebben we alles van ARM overgezet. Ja, super waardevol, werkt enorm goed. Onze ontwikkelaars kunnen ook niet op acceptatie- en productieomgeving changes doorvoeren. Dus dat is enkel mogelijk op dev en heel soms op test om nog even wat uit te proberen. Dus ja, die hele provisioning, super belangrijk. Zorg dat je dat goed voor elkaar hebt. Ook geautomatiseerd testen hoort daarbij. Ja, super belangrijk. De derde pijler, performance efficiency. Ja, dit gaat eigenlijk om het vermogen om te schalen. En ja, daar komen een paar wederom bekende patterns voorbij. Nou, het bleek dat wij in de loop van de tijd toch wel weer wat monolithische servers hadden gecreëerd in ons landschap. Dus we hebben ze weer opnieuw opgebroken in nette microservices. En op het moment dat je dat doet, komen er ook weer nieuwe hoofdpijnen voorbij. Dat microservice landschap en die hele architectuur die erbij hoort, daar komt ook een stuk complexiteit bij. Ik kom daar zo meteen nog heel even op terug. Maar je moet dat niet te licht overdenken op het moment dat je daarna overstapt. Wat verder een wijze les is bij ons, hier aan de rechterkant, ja, zie je dus dat twee services dezelfde storage, dezelfde database delen. Doe dat ook niet, hebben we inmiddels ook geleerd. Alsnog loop je dan weer tegen allerlei grenzen aan. Ja, het probleem is dan wel dat je vervolgens data verspreid hebt over verschillende databases. Dus je moet gaan denken aan SARA patterns, distributed transactions, CQRS, scheid het lezen van het schrijven in je database. Een andere belangrijke les was bij ons queue-based load leveling. Wij hadden onze schaling zitten op de CPU's van onze nodes. Dus op het moment dat een node in het Kubernetes cluster op 80% kwam, werd er automatisch een tweede bijgeschakeld. Nou, bij onze overstap naar .NET 6 bleek dat we toch wel een behoorlijke performance winst boekten. Dus op het moment dat die tweede node werd bijgeschakeld, wat er toen gebeurde was dat die tweede node ook direct weer richting de 100% CPU ging. Waardoor dat helftberichtje op het cluster nooit meer binnenkwam van hey, de tweede node is in de lucht en hij is healthy. Dus die werd plat gegooid en opnieuw werd er een tweede node opgespind. En dat werd een loop, nou ja, waardoor die service uiteindelijk plat ging. En dat heeft ons wel even tijd gekost om nou te achterhalen, waar lag dat nu aan? En uiteindelijk, ja, kwamen we dus achter dat we met .NET 6 zoveel performance winst boekten, dat gewoon die nodes veel sneller gebruikt werden, sneller de queue leegtrokken. En uiteindelijk was de oplossing heel simpel hoor. Zet je schaling gewoon op je queue in plaats van op je CPU utilization van je node. Dus was een andere wijze les voor ons. Asynchronous request reply pattern, super belangrijk. Ik ga ze ook nu niet allemaal uitgebreid toelichten. Ze zitten allemaal in het framework. En ook throttling is heel erg belangrijk. Dus op het moment dat een bepaalde afnemer of een bepaalde applicatie heel veel requests doet, zorg dan dat je ze knijpt, zodat het niet voor de rest van de afnemers of applicaties of services nou ja, niet meer bereikbaar is. Dan nog even terug naar die microservices. Martin Fowler heeft hier een heel uitgebreid boek over geschreven. En hij noemt dit de microservice premium drawback. En de tekst gaat het niet zozeer om, maar het gaat min of meer om die lijntjes. Op het moment dat je een monolith hebt en alles is gewoon beheersbaar en het werkt gewoon goed, hou het dan ook zo. En dan zit je eigenlijk aan deze kant van de lijn. En dan heb je meer voordeel dan nadeel op het moment dat je richting microservices gaat. Op het moment dat je monolith te complex wordt, op een gegeven moment kruis je deze lijn. Het is arbitrair om te bepalen waar die precies zit. Maar dan pas zul je voordeel hebben van een microservices architectuur. Dit moet je echt goed afwegen met elkaar. En hier moet je absoluut niet lichtzinnig over denken, want er komt echt veel bij kijken. Gaan we door naar de volgende pijler. Kosten optimaliseren is echt wel een lastige in het cloudlandschap. Toen wij startten,
hadden wij bijvoorbeeld geen cost management readerrol in het Azure landschap. Dus ieder kwartaal kwam de controller in de lucht met, joh, jullie hebben zoveel kosten gemaakt dit kwartaal, klopt dat? Ja, en dan zeiden wij, ja, het zou kunnen. We hebben eigenlijk geen idee. Nou ja, daarvoor hebben we dus echt die cost management readerrol nodig. Nou, binnen onze Rijksoverheidsdienst werd gedacht, nee, zoiets is alleen handig voor de financials. Daar hebben die developers helemaal niks mee te maken. Nou ja, goed, dat hebben we dus recht moeten zetten. Dus is ook een wijze les voor ons. Voordat je begint, moet je gewoon zorgen dat je direct die cost management readerrol hebt. En dat is best wel een strijd geweest om het voor elkaar te krijgen. Maar we hebben hem inmiddels alweer 2 jaar, hoor. Dus, maar in de begintijd was dat dus even een gevecht. En wat we nu doen is, wij monitoren echt periodiek die kosten. Iedere maand leggen we ze over de vorige maand heen om te kijken of we rare verschuivingen zien. We hebben onze budget alerts op het moment dat we over bepaalde grenzen heen gaan. En wat ook super belangrijk is, overweeg je trade-offs. Hè. Je kunt wel 99,999% availability willen op een bepaalde service. Maar als ergens anders in het landschap dat niet relevant is, moet je je afvragen of je nou wel echt die premium versie nodig hebt. Zo hebben wij bijvoorbeeld onze DDoS-protectie gewoon op basic staan, omdat al onze endpoints bijna private zijn. We hebben maar 1 public endpoint. Dus nou ja, het kostenverschil tussen een basic en een premium standard DDoS-protectie op Azure is echt enorm. Praat je over 1000 euro's per maand in ons landschap. Dus daar is gewoon gezegd van, nou ja, wij nemen gewoon op de koop toe dat we iets minder inzicht hebben in wat er rondom DDoS op ons landschap gebeurt. En als dat alsnog een probleem wordt, kun je dat altijd nog inschakelen. Dan security. Ga ik wat langer bij stilstaan. En dat is ook gelijk de laatste pijler van het well-architected framework. We hebben 6 cloud native security principes gedefinieerd en we gaan ze even langslopen. De eerste, assume breach mindset. Ja, we kunnen niet garanderen dat een breach nooit succesvol zal zijn op ons landschap. Dus we gaan ervan uit, het is echt een mindset waarbij we ervan uitgaan dat het een keer misgaat. Nou, en dan is het superbelangrijk dat je daar op een goede manier mee om kunt gaan. Nou, dat betekent eigenlijk dat je je focus gaat verleggen richting threat modeling. Heeft Microsoft overigens een hele mooie tool voor, strijdtool. Ik zie iemand al heel hard knikken. Dus dat is echt een tool, is super nuttig. Wij zijn ook verplicht om bij al onze workloads zo'n threat model voor te leggen aan informatiebeveiliging. En dan wordt dat uitgebreid doorgesproken. Bij de pentesten komt dat aan bord. Tweede wat super belangrijk is, zorg dat je aan automatic code analysis doet. Wij gebruiken Sonocube. Er zijn ook verschillende andere tools voor. Maar ja, regel dat ook. Zorg dat je tijdig inzicht hebt in de kwaliteit van je code. En er komen ook vaak verrassend zinnige security bevindingen uit. En een derde is code reviews. Wij laten regelmatig onze code door externe toetsen. En dat is altijd goed om te doen. De laatste paar keer zijn we daar heel goed doorheen gekomen. Dikke pluim gekregen. En dat gold ook voor de pentest. Die hebben we 1,5 maand geleden gehad. En er waren maar een paar hele kleine lage bevindingen. De pentesters waren ook echt teleurgesteld in de resultaten, de zaken die ze wel boven water hadden gekregen. Daar ga ik zo meteen ook nog even wat meer over vertellen. Wat wij verder super belangrijk vinden, we hanteren Zero Trust. Ik ga zo meteen ook nog wat meer over vertellen. Maar dat betekent niet dat je oude security lagen, je oude Defense in Depth model, dat niet meer relevant is. Eerst even rondom Zero Trust. Wat we eigenlijk doen is, wij vertrouwen niks en niemand en ook onze moeder niet. Dus waar dat verkeer ook vandaan komt, of dat nou een request is van een interne service of van een ketenpartner, alles gaat door de Web Application Firewall. Daarop hebben wij altijd de laatste versie van de OWASP Core Rules set staan. Die wordt regelmatig geüpdate. Moet je overigens wel heel goed testen. We hebben ook gemerkt dat dat best wel impact kan hebben. Zo'n core rule set. Maar dat houdt gewoon heel veel ellende buiten de deur. En nogmaals, of het nou een bericht is of een request vanaf een interne kant of de externe kant, we behandelen het hetzelfde. En dan hebben we daarnaast dus nog steeds onze oude vertrouwde Defense in Depth lagen. En ik zal ze even langslopen. Nou, ik noemde net al heel even die DDoS protectie. Is dus onze eerste laag, super belangrijk. Maar omdat wij die tweede laag netwerk goed hebben ingeregeld, zie je wel dat je al een hele hoop ellende buiten de deur houdt. Dat kwam ook echt uit die pentest. Ze begonnen blackbox,
Na 16 minuten hingen ze al aan de lijn. Nou, willen jullie alsjeblieft onze IP's toevoegen, want we komen er gewoon niet in. Dus vergeet die netwerklaag niet. En dat is ook echt een boodschap die we vandaag meegeven. Op het moment dat je aan cloud development gaat doen, verdiep je in netwerk. Je krijgt gewoon weer te maken met virtual networks, NSG's, VNet peerings, noem maar op. Komt zo meteen ook nog wat verder aan bod. Nou, dan is onze web application firewall een superbelangrijke laag. Al het verkeer gaat daar doorheen. Uiteraard authenticatie. Wordt ook vaak gezegd, identity is de nieuwe perimeter. Hè? Dat is het adagium in de cloud. Hij is echt superbelangrijk, maar het is niet zo, nogmaals, dat je je andere lagen daardoor niet meer hoeft te gebruiken. Encryptie, superbelangrijk. Komt zometeen nog wat verder aan bod. Uiteraard access management. En daaromheen een stuk logging en monitoring. Principle of least privilege. Nou, al zo oud als de wereld. Hoe ziet dat er bij ons uit? Nou, onze ontwikkelaars komen simpelweg niet op acceptatie en productie. Alleen als we een incident hebben, ja, is het soms toch wel eens handig om daarop te kijken. Nou, dan wordt het vier-paar-ogen-principe toegepast. Dus samen met iemand van applicatiebeheer wordt er dan via PIM, Privileged Identity Management in Azure, kun je dan een bepaalde rol aanvragen waardoor je toch toegang krijgt tijdelijk tot die omgeving. Dat wordt ook gelijk geauditeerd. Nou, verder is alles infrastructure as code, dus alles loopt via de pijplijn. Met de hand kunnen we niks doen in onze omgeving. Identities hebben uiteraard minimale permissies. En waar mogelijk gebruiken wij managed identities. Ik ben al even nieuwsgierig, managed identities. Zijn er mensen die daar ervaring mee hebben hier? Ik zie 1, 2, 3, ja, heel veel, kijk, ja, top. Superbelangrijk, hè? Microsoft regelt gewoon verder. Of nou, het cloudplatform regelt verder die identiteit, zorgt dat de wachtwoorden op regelmatige basis daarvan worden opnieuw worden gezet. Heb je helemaal geen omkijken naar, werkt supergoed, is echt een enorme verbetering in het cloudlandschap. Nou, segmentatie en isolatie. We werken met een hub-spoke-model. Laat ik zo nog even een plaatje van zien. Iedere workload heeft dus gewoon zijn eigen VNet. En kan ook afgesloten worden. Workloads kunnen ook absoluut niet bij elkaar komen. Dat moet per se via de hub. Ik laat je zo even zien in een plaatje hoe dat eruit ziet. Waar mogelijk zitten onze Azure resources achter een private endpoint. Dus dat publieke endpoint draaien wij overal de nek om. En dan de laatste, in AKS werken we met network policies. AKS is overigens de Kubernetes-omgeving, de managed Kubernetes-omgeving in Azure. En ja, die network policies worden op veel te weinig plekken gebruikt. Dus ik, overal waar ik kom, hamer ik daarop. Zorg dat je de boel goed dichtzet op die manier. Nou, hoe ziet zo'n hub-spoke-model er dan uit? Het is misschien een klein beetje klein, maar in principe komt erop neer, iedere workload heeft zijn eigen spook met een eigen VNet. Dus we hebben hier twee spokes, twee workloads. Nou, die workloads die kunnen een eigen internet breakout hebben. Maar op het moment dat deze workload met deze workload moet communiceren, verloopt dat altijd over de hub. Dat is eigenlijk het belangrijkste principe. Op het moment dat een bepaalde workload gecompromitteerd is, kunnen we op dit punt in de hub kunnen we die workload afsluiten en kan de rest gewoon doordraaien. Vrij simpel model, ook al heel oud, maar werkt in de cloud bijzonder goed. Nou, dan een van de laatste principes, Strong Audit Trail. Audit en diagnostic logs worden bij ons opgeslagen in een Azure Storage account. Niet dat we er heel veel mee doen, maar als we problemen hebben of er zijn mogelijk verdachte zaken gebeurd, kun je altijd terugkijken, hey, wat was er nu aan de hand? Azure Monitor gebruiken we voor onze metrics. Nou, worden ook in een Log Analytics Workspace opgeslagen. Application Insights, superbelangrijk. Daar krijg je echt telemetrie over je applicatie van. Ook loggen wij al onze network traffic. Daar hebben we in Azure de zogenaamde Azure Network Watch voor. Nou, dat opslaan van al die logs, dat is best prijzig in zo'n Log Analytics database. Dus razendsnelle database die echt heel goed werkt voor logging. Daar bewaren we alles 90 dagen in en daarna offloaden we de boel richting een Azure Storage account. Heel recent, 2 weken geleden, is er ook een archival tier gekomen voor Log Analytics. Daar zijn we nu naar aan het kijken. Of kijken of we daarmee dit issue ook kunnen oplossen, zodat we niet meer hoeven te offloaden naar een storage account. Dan encryptie. Nou, dat doen we zowel voor data in transit als data uit rest. Nou, voor data in transit uiteraard TLS 1.2 en bij voorkeur 1.3. Alleen nog niet alle Azure services kunnen daarmee overweg.
Wat daaraan wel nog even leuk is om te vermelden, wij kregen vanuit informatiebeveiliging de opdracht om met 4K-certificaten te werken, dus 4096 bytes. En vervolgens bleek de proxy van de klant daar niet goed mee overweg te kunnen. Dus we moesten terug naar 2K-certificaten. Nou, dat zijn echt dingen waar je rekening mee moet houden. Dus je zit in de cloud, je applicatie draait volledig cloud, maar ja, jouw gebruikers zitten nog wel degelijk in een on-premise netwerk waar gewoon nog proxies zitten en die hier problemen mee kunnen krijgen. Wat verder superbelangrijk is, onze bijzondere persoonsgegevens, onze kroonjuwelen, ja, die beschermen we optimaal met een eigen sleutel. Het wordt ook wel customer managed keys genoemd, bring your own key. Nou, die zetten we via een key vault richting een Azure key vault. Mooi proces en ook superbelangrijk als je echt bijzondere persoonsgegevens verwerkt. En dan sluiten we af met de Secure Score. We hadden het er net al heel even over. We staan dus op dit moment, toen ik deze print screen maakte, stonden we op 86%. En dat is dus maar 1% boven die vereiste 85. Toen ik gisteren keek was het 89, dus we hebben weer iets meer ademruimte. Maar het is continu een gevecht om die score op een hoog en gezond niveau te houden. Hoe komt dat nu? Nou, achter die Secure Score, dat is een onderdeel van Microsoft Defender for Cloud, daar zitten regulatory frameworks. En het eerste framework wat bij onze opdrachtgever werd aangezet was de Azure Security Benchmark. Dat raad ik ook iedereen aan, zet die gewoon aan. Heb je al een hoop werk, maar dat is nog te doen om dat op orde te krijgen. En toen zeiden ze, bij de overheid hebben we nu een nieuw framework. Dat heet Baseline Informatiebeveiliging Overheid, BIO. En die is gebaseerd op de ISO 27001. Dus weet je wat, die vinken we ook aan. Kregen we weer een hele hoop nieuwe policies te verwerken. En een hoop nieuwe recommendations. Vervolgens werd er gezegd, er zitten ook wel bijzondere persoonsgegevens in. Weet je wat, PCI DSS gaan we aanzetten. Nou, dan krijg je weer een hoop nieuwe policies waar je mee te maken hebt. En op het moment dat je nieuwe policies uitrolt, krijg je nieuwe recommendations, daalt je secure score. Dat is wat er op de achtergrond gebeurt. En vervolgens werd er gezegd van, we moeten toch ook zeker weten dat alles goed gelogd wordt. Dus we zetten ook het SOC framework aan. Echt een gevecht geweest. We hebben het gered om dit niveau nu te halen. Maar ook het vasthouden is echt een uitdaging. Wat wel mooi is, onze opdrachtgever eist ook van ons dat we 20% van onze tijd aantoonbaar aan security besteden. Dus dat is wel goud natuurlijk. Alleen nu met de deadlines die Ronald net noemde, zie je dat de PO zal proberen om daar, want die zeggen van die security, dat is geen business value. Dus dat is wel een beetje een strijd, maar wel een uitdaging. Tot zover vragen. Is het een beetje boeiend? Ja? Oké, top. Dan gaan we nu eens kijken hoe dat landschap er in de praktijk uitziet. Dit is een zwaar versimpelde weergave van ons landschap, maar het schetst wel een beetje een beeld. Nou, aan de voorkant hebben wij dus applicants. Die moeten eigenlijk een account aanmaken en een formulier invullen. Nou, dat doen ze dus in onze customer portal. Vervolgens moeten ze naar een dienstverlener, een servicepartner. En daar moet dat formulier verrijkt worden. De identiteit van die persoon moet gecontroleerd worden. Biometrie moet worden afgenomen. Dat zijn wereldwijd allerlei plekjes waar dat gebeurt. En zo'n partner-employee neemt dus die gegevens af en verrijkt die aanvraag. En uiteindelijk hebben wij hier in de midden ons DEX-platform. Daar gaan we zo wat verder op inzoomen. Dat is ons Data Exchange-platform, onze API-management. En via dat API-management landt het uiteindelijk in onze back-office-applicatie. Dus al het verkeer verloopt via ons Data Exchange-platform. Op dat Data Exchange-platform hebben wij ook een aantal connectoren. Dat hebben wij DXC genoemd. Data Exchange Connectors staat dat voor. Nou, daar zitten de connectoren in die babbelen met onze ketenpartners. En wat wij ook nog hebben, is misschien wel even leuk om te noemen, dat is een REF tool. Dat is onze Master Data Service. Het bleek dat in de verschillende workloads anders werd omgegaan met Master Data. Dus de ene gebruikt bijvoorbeeld een andere landcode dan de ander. Nou, dan kan het volledig misgaan, dat soort simpele dingen. Dus dat hebben we ook opgelost in ons integratielandschap. Dan hebben wij een aantal ketenpartners. Nou, dat zijn zowel nationale als Europese overheidsdiensten. Waar we onder meer mee moeten communiceren. Gaan ontzettend veel berichten overheen.
Wat is nog meer relevant? Ja, het eindresultaat moet uiteindelijk een brief zijn met een besluit. En ja, die moeten er gewoon in hoog tempo doorheen geramd worden. Dat is eigenlijk waar het hier om gaat. Met zo min mogelijk mensen een goed onderbouwd besluit nemen en dat uiteindelijk vastleggen. Wil ik even inzoomen op ons data exchange landschap. Daarvoor hanteren wij het façadepattern. Ik heb al met wat mensen gesproken. Wie kennen allemaal het façadepattern? 1, 2, 3. Ja, kijk nou, super. Het is een heel oud pattern ook al. Wat je eigenlijk zag, onze workloads spraken eigenlijk direct met onze ketenpartners. Nou, dan krijg je de welbekende spaghetti, zoals je hier aan de linkerkant ziet. En geloof me, dit is nog een zwaar versimpelde versie daarvan. Dus wij hebben gemeend dat we in het midden een façade moesten plaatsen. Die zorgde dat de communicatie met die ketenpartners goed verliep, met die afnemers. Nou, dit is altijd een mooie analogie. Je belt één callcenter en die kan vanaf alle plekken informatie vinden en jou terugkoppelen waar je moet zijn. Wat was de doelstelling van ons data exchange platform? Nou, vooral het minderen van complexiteit rondom gegevensuitwisseling. En zowel voor de workloads onderling als voor de gegevensuitwisseling met externe afnemers. Tweede was, wij wilden een consistent patroon. Iedere workload had zijn eigen manier om dit te regelen. Ja, dat was best wel storend, zeker als je last had van verstoringen. Ook al het berichtenverkeer, zowel tussen de workloads onderling als met de externe systemen, verloopt dus via het Data Exchange platform. Nou, hoe ziet dat er nu uit in Azure? Daar mag op aanvullen. Natuurlijk mag jij daarop aanvullen. Ja, een van de andere zaken die wij belangrijk vonden om één point of contact te hebben, waar wij heel goed kunnen kijken naar wat voor verkeer gaat er nou in, uit. En ook daarop kunnen concentreren qua beveiliging voor alles wat de workloads binnenkomt. In plaats dat je allerlei workloads hebt met de eigen firewalls en de eigen omgeving. En je dus eigenlijk veel meer beheer hebt, ook veel meer kosten, maar ook veel meer risico hebt dat er iets gemist wordt of fout gaat. Dankjewel voor de aanvulling. Hier zien we onze infraplaat. En het is maar een heel klein deel van ons landschap. Maar hierbovenin zit eigenlijk dat DEX-landschap. Nou, wat zit daar nu in? Nou, in de midden een stuk API-management. Is een standaard service op Azure. Supermooie oplossing. Kun je al je API's opplaatsen. Daarbij zit ook een zogenaamde developer portal. Die developer portal is superhandig om jouw afnemers eigenlijk te leren hoe die API's in elkaar zitten. Ze kunnen daar API-keys aanvragen. Superbelangrijk om dat goed geregeld te hebben. Nou, verder zie je dat aan de voorkant zit een application gateway met een web application firewall. En ook aan de achterkant. Waarom is dat? In overheidsland moeten we het interne verkeer scheiden van het externe verkeer. Dus we hebben twee application gateways. Eentje voor wat er van buiten naar binnen komt en eentje wat er aan de binnenkant naar binnen komt. Als dat door de wasstraat is, dan mag dat uiteindelijk wel weer bij elkaar komen. Maar aan de voorkant moet je dat dus scheiden. Op dat data exchange platform hebben wij dus meerdere connectoren zitten. En dit is dan één zo'n connector die in dat landschap zit en die gaan we even langslopen. Het is wel een hele interessante connector, die werkt op basis van het eBMS-protocol. En ik ben even benieuwd of hier nog wat oudgedienden zijn die dat wel eens gehoord of gezien hebben. Niemand, dat zegt genoeg hè, als we hier met zoveel IT'ers samen zijn. Dat is een asynchroon protocol wat nog op twee plekken wordt gebruikt. Bij overheden, zowel op Europees als nationaal niveau. En in de telecomwereld. Dat zijn de enige twee plekken die het nog doen. Het is een afgeleide van SOAP en dan ook nog eens een hele slechte. Dat heeft ons de nodige hoofdbrekens gekost. Nou, wat hebben wij bedacht? Die workloads die willen zich niet bezighouden met al die eBMS-complexiteit. Dus het vertalen van berichten eigenlijk richting die ketenpartners. Wij hebben gemeend dat we dat centraal in de connector moesten beleggen. Dus die workloads praten gewoon REST met elkaar, gewoon RESTful API's. Dat bericht moet uiteindelijk wel in eBMS-formaat richting die ketenpartner. En we krijgen ook eBMS-berichten terug vanuit die ketenpartners. Nu is er gelukkig een open source component. En dat is één meneer die werkt bij Ordina. En die heeft echt goud in handen. En die heeft daar de eBMS-adapter voor geschreven.
Alleen dat is Java. En ja, goed, wij zijn ja, een .NET huis. En, maar gelukkig, we hebben gewoon container instances op Azure. En dan kun je draaien wat je wil. Dus in dit geval draaien we op een Alpine image, de EBMS adapter, de open source EBMS adapter. Nou, we hebben aan die persoon gevraagd of die een aantal zaken wilde toevoegen. Support voor Azure Key Vaults. Heel belangrijk voor ons, zodat we onze secrets netjes konden opslaan. Ook support voor Log Analytics. Hij kwam net al even voorbij. Heel belangrijk. Application Insight Support, dus eigenlijk is ingebouwd. Dus er zijn een aantal wijzigingen. Gelukkig kan de rest van het Nederlands overheidslandschap hier nu van profiteren. Want dat zit gewoon nu in de nieuwste versie van de EBMS adapter. Wat ook wel heel interessant was. We hadden dat ding net draaien in productie. En toen kwam Log4j. En nou, laat dat nou net ook in die EBMS-adapter zitten. Dus ja, diezelfde CISO die we net al noemden, die kwam natuurlijk direct in de lucht. Nou, ik weet, dezelfde nacht is er nog gepatcht en gedaan. Dat moesten we vervolgens ook nog 5 keer herhalen. Want ja, het waren 5 opeenvolgende patches. Heel gebeuren, maar ja, uiteindelijk was dat voor ons helemaal niet zo'n groot probleem. Want die EBMS-adapter draaide in een container achter een private IP. Dus het was helemaal niet publiek beschikbaar. Alleen we kregen dat lastig uitgelegd, dat het risico bij ons echt wel wat lager lag dan bij de andere workloads die publieke endpoints hadden. Maar was wel een feest. Nou, wat is verder nog interessant? Die translatie van dat EBMS-bericht van REST eigenlijk naar EBMS, dat doen wij in Logic Apps. En daarvoor gebruiken we Logic App Standard. Is een relatief nieuw stukje software, Logic App Standard. Het is eigenlijk de tweede versie van Logic Apps. En het is eigenlijk een soort van visuele workflow waarin je ja, redelijk makkelijk je workflow in elkaar kunt klikken. En ja, dat werkt supergoed voor dat berichtenverkeer. Want je kunt precies zien hey, op welk attribuut gaat het nu mis, waar zit het precies. En een heel visueel stuk. Dat Logic App Standard kwam ook precies op het goede moment, want die kun je achter een private endpoint plaatsen. Daarvoor moest je gebruik maken van zogenaamde Integrated Service Environments. Nou, die kosten €3000 per omgeving per stuk. Dus nou ja, als je dan een OTAP-straat hebt, reken maar uit. Was een hele prijzige operatie en dit is een stuk vriendelijker geprijsd. Dus kwam voor ons op het goede moment GA, zoals het dan heet in de cloud, General Available. Het was al een hele tijd in preview en was een mooi moment. Wat je verder ziet is dat alle services dus echt achter een private endpoint zitten. Dat kost ook best wel wat effort om dat voor elkaar te krijgen hoor. Dat moet je ook niet onderschatten. Want wat er bijvoorbeeld gebeurde, onze ontwikkelaars hadden natuurlijk geen toegang meer tot die services die achter een private endpoint zitten. Nou, daarvoor moeten ze gebruik maken van een zogenaamde jump server, een ops machine. En daar kunnen ze alleen bij komen via Bastion. Zit hier aan de onderkant. Dus dat is de enige route naar binnen. Nou, wat verder misschien nog even grappig is om te zien. Dit is dus de hub en dit is dus een spook in die workloads hè, met zijn eigen VNet. Hier zie je dus een spook met zijn eigen VNet en hier zie je nog een spook met zijn eigen VNet. En die hebben dus alle drie een zogenaamde VNet peering. En dan kom je ook weer op dingen als route tables. Hebben mensen daar nog wel eens mee gewerkt, TCP-experts? Ik zie daar één hand. Kijk, ja, super. Nou, als je dus richting de cloud gaat, je kunt je lol weer op, want het komt weer helemaal terug. Nou, even de afsluiting rondom het Azure Well Architected Framework. Dit zijn een paar hele handige links om te gebruiken. Er is ook een review. Je kunt gewoon je eigen workload, stel dat je al begonnen bent in de cloud en je wil eens kijken waar sta ik nu eigenlijk. Kun je, voor iedere pijler kun je een review doen, dan kun je kijken waar sta ik. En er is ook een hele mooie track op Microsoft Learn om je te leren hoe je omgaat met Well-Architected Framework. Is echt een aanrader. Nou, dank voor jullie aandacht zover. En dan geef ik hem weer terug aan Ronald. Ja, dankjewel Anko. Nou, ik heb gezien dat er heel wat werk is gebeurd binnen dit programma. Toen Anneke en ik begonnen, toen was het eigenlijk een beetje van verschillende teams, hun eigen ding doen. Het programma was eigenlijk begonnen van laten we eens met de cloud beginnen. Laten we het eens proberen. En we hebben dus enorm veel effort moeten stoppen in het secure maken van omgevingen. Een architectuur neerzetten waarbij
ook de performance gehaald kon worden en doorgebouwd kon worden. En dat is een behoorlijke stap geweest. Dus heel veel dingen die Anker heeft laten zien, die zijn ook in de laatste 2 jaar gerealiseerd. Het project loopt al 1 jaar of 4. En daarvoor was het eigenlijk bepaalde dingen wel een beetje als hobbyproject begonnen. Als een uitdaging, hè, van laten we die uitdaging aangaan en de cloud gaan. En daar zit naar ons het gevaar dat dingen vaak onderschat worden. Het lijkt snel, makkelijk, van oké, we kunnen naar de cloud, we zijn minder afhankelijk van onze infraafdeling. We kunnen sneller dingen deployen, we kunnen sneller dingen in productie brengen. Maar waar je heel snel het risico loopt stappen over te slaan. Dus ga je naar de cloud, wat betekent dat dan voor een organisatie? Waar moet je allemaal aan denken, waar moet je rekening mee houden? Denk na over je organisatiestructuur. Wat voor organisatiestructuur wil je neerzetten? Als je traditionele omgeving hebt, heb je infra, je hebt security, je hebt een development afdeling. En eigenlijk voor je development afdeling worden heel veel dingen geregeld. Maar op het moment dat je zegt van ik ga met de cloud beginnen als afdeling en je gaat daarmee in de gang, ben je eigenlijk een beetje schaduw IT aan het creëren. Waarbij de infra en security afdeling of de NOC en de SOC geen beeld meer heeft van wat er gebeurt. Dus wie houdt het dan in de gaten? Dus denk na of wie heb ik daarmee nodig? Moet ik daar mijn organisatie in meenemen? Heb ik de competenties? Heb ik iedereen aan boord? Hè? Binnen mijn afdeling heb ik daar hulp bij nodig? Wie in een organisatie moet ook mee met de transitie? Als je naar cloud gaat, is het niet zomaar van oké, ik ga daar een nieuwe ontwikkeling in doen. Maar er komt veel meer bij kijken. Dat hebben we ook gezien wat Anker heeft laten zien. Al die zaken, network security komt erbij kijken. Wat traditioneel niet zo iets is waar een developer heel snel heel veel aandacht voor heeft, behalve zijn security binnen zijn applicatie zelf. Er komt gewoon veel meer kijken. Hij is meer gestoord bij, oké, poort is niet open, kan er niet bij. Wie kan dat ding openzetten voor me? Dan dat je daar ook echt mee bezig bent. Continu in beweging, cloud. Je ziet dat Microsoft zijn ontwikkeling nog steeds doet. Je ziet steeds meer nieuwe mogelijkheden komen. Je ziet de verscherping in de policies voor security. Het blijft in beweging. En ook na de oplevering. En je ziet in traditionele situaties dat dingen ook blijven staan. Hè. Het werkt, don't touch it. Maar je ziet dan ook op een verloop van tijd dat zo'n OS niet meer support wordt. Die kans krijg je niet in de cloud, want Microsoft gaat gewoon verder. Dus je zal mee moeten. Dus ook als je kiest om naar de cloud te gaan, betekent dat gewoon dat je die investering die je daarin doet ook moet blijven doen. Je moet blijven doorontwikkelen, je moet mee blijven gaan. Maar dat heeft wel ook weer voordelen. Voordeel is dat je gedwongen wordt eigenlijk je lifetime van je applicatie te verlengen. Door constant je systemen up-to-date te houden, kan je ook je return of investment beter resultaat geven. Omdat je vooral langer van die applicatie kan blijven gebruiken. Bedreigingen, recommendations zijn constant. Anker gaf het al aan. 20% van onze tijd moeten wij in security geven. En we zien regelmatig dat die 20% van elke sprint bij alle teams nog ineens voldoende is om die score op dat niveau te houden. Dat komt natuurlijk ook omdat er extra policies aangezet worden en het steeds strenger wordt. Maar er zit echt een serieuze hoeveelheid werk in om dat op niveau te houden. Wat kost het? Nou, kostaspect. Anker gaf het ook al aan dat wij ook keuzes maken. We zijn een Logic App V2 gedaan. Dat heeft alleen die move heeft ons 140.000 op jaar bespaard. Door gewoon één keuze te maken. En dat doen we eigenlijk constant. Dus elke 2 weken kijken we van waar staan we. In het overleg wat we daarover hebben. Het architectuurbord, kom ik zo nog even op. Waar staan we? Wat voor acties zijn er? Soms zie je dan ook dingen die vergeten zijn. Wel, op een gegeven moment hadden wij een issue wat onderzocht moet worden. Daar was extra logging voor aangezet. En zagen we opeens dat we daar €7.000 per maand aan spendeerden. Als je daar dus nu op let en het niet binnen een paar weken in de gaten hebt, ja, dan kan dat flink in de papieren lopen. Interne gebruikers. We gaan van een interne systeem waar gebruikers vlakbij de omgeving zitten, naar een situatie waar gebruikers
op de eigen locatie zitten, maar wel het internet over moeten om te gebruik te maken van de applicaties. Is je netwerk daar geschikt voor? Is je bandbreedte naar je internet voldoende? In dit geval zagen wij dat wij problemen hadden met de proxies, met certificaten, maar ook qua performance. Dus daar worden nu ook nieuwe proxies geïnstalleerd in het netwerk om te zorgen dat alle gebruikers tegelijkertijd gebruik kunnen maken van de applicaties. Dat had beter vooraf gekund. Had beter vooraf kunnen kijken van, oké, ik wil die move maken. Maar wat betekent dat voor mijn bestaande netwerk? En mijn data. Compliance. Is cloud nou een security issue? Moet je heel veel tijd geven in security of kan je dat wel oplossen? En mag ik wel met mijn data daarheen? Wat voor data heb ik? Hoe moet ik dat beschermen? En is dat wel compliant? Welke juridische regels heb ik te maken? Wij hebben te maken zowel met Nederlandse als de Europese wetgeving. En die is bepaalde data heel strikt. Daar gaat zo'n cloudbrief binnen Nederland een hoop onderzoek aangeven. Maar niet op het moment dat je ook te maken hebt met andere internationale regelgeving waar je aan moet voldoen. Migratiekosten. Je ziet ook bij migraties, wij hebben hier niet te maken met migratie. We migreren eigenlijk nieuwe processen naar de cloud toe. Maar zeker als je bestaande systemen hebt, zal je niet altijd kunnen zeggen van ik kan die systemen vrij makkelijk overhevelen. Je zal bijna altijd wel een deel herbouw hebben om te zorgen dat je inderdaad binnen die cloudomgeving ook je systemen kan draaien. Tenzij je echt puur naar lift en shift gaat. Maar dat is de vraag of je dan echt de benefits van de cloud gaat krijgen. Ja, we kijken ook naar businessdoel. Waarom ga je naar de cloud? Dat bepaalt ook heel erg of je een business case hebt. Wat zijn de redenen dat je naar de cloud is? Dat puur vanuit de wens van development voor nieuwe technologie? Of moet je dat veel breder bekijken? En je zal ook de organisatie, zoals ik eerder aangaf, hoe neem je de organisatie mee? Hoe neem je, zet je een nieuwe organisatie neer, een nieuwe structuur, om ook echt de benefits van de cloud te krijgen en het ook secure te kunnen blijven doen? En ook de kennis dan te kunnen gebruiken die in je organisatie aanwezig is. En verder denk ik, ja, een breach response, dat zei ik al even. Je ziet dat sommige development afdelingen dan zelf beginnen met de cloud, omdat ze daarmee willen spelen. En ze kunnen de interne klant snel blij maken. Maar wie let erop dat je geen breach hebt? Development erop of de standaard infra afdeling? Die het op dat moment niet meer in beeld heeft. Nou, er zijn nog een aantal dingen. Vendor lock-in. Het is echt een keuze. Om cloud wil je echt gebruik maken van het Azure landschap. Ja, dan ga je al gauw een vendor lock-in krijgen. Omdat je allerlei componenten en mogelijkheden gebruikt van die vendor. En dat is ook een keuze. Daar moet je over nadenken. Hoe komen wij tot keuzes? Toen wij 2 jaar geleden begonnen. Was er een architect, meer het ivoren toren idee. Want ik zet het op papier en het is prachtig en zo gaan we het doen. Alleen de werkelijkheid was compleet anders. Dus toen Ankerink en Bord kwamen, heb ik ook gezegd van, dat wil ik niet. We moeten echt gezamenlijk met iedereen bepalen hoe de zaken werken, hoe ze gaan werken. Zodat je straks een architectuur op papier hebt staan die ook klopt met wat er in productie staat. En we moeten ook keuzes maken op basis van prons en currents. En gezamenlijk met de techneuten die we aan boord hebben. Dus we hebben ook solution architect Anko aangetrokken. Senior Azure ontwikkelaars. Naast de normale .NET ontwikkelaars. En een Azure lead. En de Azure lead die doet heel veel werk op wat naast de teams moet gebeuren. Qua security, qua cost management, qua opzetten van pipelines, al dat soort zaken. Om daar ook de development teams wat meer te ontlasten. We hebben een 2 weken architectuuroverleg. Wat Anko leidt. Nou, dat gaat over de roadmap. Waar willen we heen? Wat moeten we doen? Wat staan we met de secure score? Wat zijn de acties erop? Al dat soort zaken komt aan boord. Ook pentesten, zoals Anko aangaf. We hebben net een pentest gehad. Daar kwamen 4 low findings uit. Waar we 1 zelf op konden lossen, de andere waren eigenlijk Microsoft-gerelateerde zaken. Waarvan Microsoft ook aangeeft dat ze bekend zijn. Maar dat komt dus eigenlijk, dat is ook heel erg belangrijk om dat regelmatig te doen. We doen dat tussen de 3 en de 6 maanden, doen wij standaard pentesten. Nou, iedereen weet, met Agile ontwikkeling ga je constant. Hè?
In het verleden werd vaak gezegd van elke grote release moet je dan een pentest doen. Ja, dat werkt niet in Agile, want elke twee weken staat er bij ons release. En er zijn workloads bij ons die 3 of 4 keer per week naar productie gaan. Dus we moeten dat op een andere manier inrichten. Nou, dan worden dit soort zaken allemaal besproken. En hoe landt dat nou dan? Al die keuzes die hier gemaakt worden gezamenlijk. Hier zitten de techleads bij en de teamleads zitten erbij. Hoe landen die nou in het team? Dan hebben we een vervolgende overleg. Dat is een technisch overleg. Dat is meer inhoudelijk met waar de teams mee bezig zijn. En daar zitten ook dezelfde techleads in. En hier worden dus ook uiteindelijk de uitwerking bepaald. Dus er wordt hier vanuit wat er uit het architectuurbord komt, in het techoverleg worden al dat soort keuzes besproken. Wat is de impact daarvan? Hoe gaan we dat aanpakken? En hun moeten dat ook verdedigen. Dan zeggen we verdedigen naar de product owners. De product owner die is natuurlijk vooral gefocust op functionaliteit. En hun vertegenwoordigen binnen de hele sprintplanning ook wat er aan architectuur gedaan moet worden, wat er aan security gedaan moet worden. Dus dat is de linking pin naar wat er in de sprints gebeurt, naar wat we als architectuur stip op de horizon hebben. En er worden natuurlijk ook allerlei andere zaken die je normaal tussen zo'n team belangrijk vindt besproken. Hoe branchen we, hoe releasen we, hoe zorgen we dat testen op niveau is. Al dat soort zaken wordt in een groep besproken. Dit wordt geleid door de teamlid, een technisch teamlid. Die stuurt hierop dat dit soort zaken ook gedaan worden. Om uiteindelijk ook de architectuur te krijgen die met z'n allen bedacht is. En dus eigenlijk het documenteren van architectuur die we ook achteraf en niet vooraf. Dus alles wat er uiteindelijk in productie of in ontwikkeld is, naar acceptatie gaat, dat wordt gedocumenteerd en niet een visie die er uiteindelijk nooit komt. En verder werken we nou samen met de domeinarchitecten. Dat zijn de groepen binnen de klant zelf. We hebben een Cloud Competence Center. Die geeft meer kaders. Het is niet zo dat ze ons helpen met de inrichting. Dat is echt binnen aan de workload om dat te doen. Maar ze tikken je wel op de vingers op het moment dat je buiten de kaders komt. Hetzelfde geldt voor informatiebeveiliging. Daar hebben we overleg over. Privacy office. Daar hebben we te maken natuurlijk net zoals iedereen met AVG-regels. En ook ook zaken die te maken hebben met de Europese wetgeving. En dan hebben we een aantal technische partners. Dan zijn er technische partners van de klant zelf. Waar wij te maken hebben die zeggen, het netwerk beheren waar wij overheen moeten. Vanuit de gebruikers-PC om uiteindelijk bij onze omgeving te komen. En de technische partner beheert bijvoorbeeld de proxies waar nu de vervanging gebeurt. Nou, samenvatting. Start met een cloudstrategie. Kijk naar het doel van de organisatie. Hoe wil ik dat aanpakken? Hoe wil ik mijn organisatie inrichten? Hoe wil ik mijn DevOps of DevSecOps inrichten? Gebruik het framework als je leidraad. Daar ga je heel snel vinden van waar moet ik allemaal voor gaan zorgen? Waar moet ik over nadenken? En welke disciplines heb ik daarvoor nodig? Cloud spend, wat ik al zei, dat doen wij heel regelmatig om te zorgen dat we gewoon de prognose ook volgen. We hebben sinds 2 jaar nadat we de toestemming hadden of weer wat inzicht kregen in wat er precies op het Azure vlak gebeurde, hebben we daar ook een prognose die wij op 5% jaarlijks ook kunnen volgen. Dus wat wij prognose geven tot 1 jaar na data klopt ook. Omdat we gewoon weten welke acties we nemen en wat de kosten daar zijn en waar we uit op komen met de groei van de applicatie. Dat is heel belangrijk, want je gaat ook soms verrast worden. Bijvoorbeeld met de logging werden we verrast. Hey, daar heeft iemand iets naar productie laten gaan wat geen kwaad kan, maar wel heel veel geld kost. Security is nooit af. Zoals zei, minimaal 20%. Als we daaronder gaan zitten, dan weten we zeker dat onze secure score heel snel inzakt. En niet alleen dat de CISO dan de stekker dreigt eruit te trekken, maar dat is natuurlijk ook gewoon risicoverhogend. En zorg voor gedegen kennis. Niemand weet alles tegenwoordig. Het is IT en zeker de cloud is zo breed dat je gewoon overal goed je resources vandaan moet halen en kennis vandaan moet halen om te zorgen
dat je alles afdekt. Mag ik nog drie dingetjes toevoegen? Zeker. Ja, die cloud-strategie. We hebben het net over het WAF gehad, het Well-Architected Framework. Microsoft heeft ook het CAF, het Cloud Adoption Framework. En dat helpt je om snel tot zo'n cloud-strategie te komen. Ook daarvoor geldt, ga niet het wiel opnieuw uitvinden. Dan nog even over, even kijken hoor, ik had nog één puntje dat ik dacht van, hey, daar zou ik nog even wat willen toevoegen. Nou, die weet ik even niet meer. Dan ga ik nog even naar deze slide. Van Bergelen, mag ik jullie ook allemaal uitnodigen voor ons Security Valley event. Het is gericht op developers die met cloud of in de cloud willen werken. En niet voor managers staat er absoluut bij. Dus wordt een lekker nerd event. Ik ga zelf een presentatie verzorgen rondom Azure AD Verified Credentials. Hoe ga je om met decentralized identities? Hoe word je weer eigenaar van je eigen identiteit? In plaats van dat Google, Microsoft, Facebook dat op ieder moment van je af kan pakken. Dan hebben we nog een laatste slide inderdaad, voordat we naar de vragen gaan. Ik heb gisterenmiddag, eind van de middag, 5:30, heb ik een honeypot opgetuigd op Azure. Een honeypot, ja, dat is natuurlijk een plek waar de bijtjes op afkomen normaal. En nou ja, in de wereld van cybersecurity is dat dus een plek waar wij bad actors naartoe proberen te lokken. En deze screenshot heb ik eind van de ochtend gemaakt en ik heb hem gisterenmiddag ongeveer 5:30 aangezet. Dus je kunt zien dat er behoorlijk wat attacks zijn geweest. Nou, onder meer Log4j zit erin, de Citrix issue wat we ongeveer 1,5 jaar geleden hadden zit erin. Nou, heel veel bekende attacks komen erin voor en het is echt schrikbarend als je dus een Azure service optuigt en je zet hem niet goed dicht, je zet hem gewoon aan het publieke internet, dan is dit wat er op je afkomt. Wat ook opviel, 30% van de attacks komen vanuit Nederlands netwerk. Dus ja, wij zijn wel een grote speler op het vlak van internet traffic en dat zie je dus ook terug in die attacks. Wat ook grappig was, Rusland, bijna niet meer. Die worden volledig geband vanaf het Microsoft Cloud landschap. Dus dat is wel frappant. De laatste keer dat ik dit deed, kwam ook vanuit Rusland een behoorlijke bulk aan attacks. Grappig om te zien.